Ik loop ook altijd mee en ik heb al veel van dit soort momenten wel meegemaakt. Dat zulke wedstrijden natuurlijk worden heel groot gemaakt. En dat zijn ook gewoon geweldige wedstrijden. En daar komt zoveel bij kijken. Niet alleen de wedstrijd zelf, maar alles eromheen. En dat maakt het wel heel speciaal, ja, zeker. Wij zullen er alles aan gaan doen als PSV zijn om ervoor te zorgen dat wij daar met die overwinning weggaan. Ja. Wordt het alles of niets voor PSV? Nou, alles of niets. Ik denk als je daar verliest, dan is het gat van 11 punten met 11 wedstrijden nog te gaan. Dan is het heel moeilijk natuurlijk. Ik heb vaker gezegd, er zijn gekke dingen gebeurd, maar dan wordt het inderdaad wel heel moeilijk. En wij hopelijk hoeven we daar niet over te praten na de wedstrijd. En dat het gewoon tot 5 punten gemaakt is, dat wij gewoon met de overwinning daar weg gaan. Maar het zal heel moeilijk gaan worden als je daar die wedstrijd verliest. Ja. Want soms kun je naar de Kuip in de wetenschap van nou, het uitgangspunt is een puntje en kijken of er 3 punten in zitten. Dit is een andere invalshoek, hè? Ja, wel een beetje. Kijk, natuurlijk gaan we voor die overwinning daar. We hebben de afgelopen seizoen ook gewonnen. Dus we weten hoe we daar kunnen winnen. Maar ja, Feyenoord is wel een ander team dan vorig seizoen. En dat maakt het moeilijker. En wat ik al zei, misschien gedurende de wedstrijd. Maar dan nog zal ik altijd die gretigheid hebben om die wedstrijd te willen blijven winnen. En dat is voor mij het enige wat telt, denk ik, op zo'n dag. Velen vinden de Kuip het meest magische stadion van Nederland. Ik kan me voorstellen als speler van de tegenstander dat het beangstigend en heftig kan zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er adrenaline een kick van krijgt. Ja, dat zeker. Als je in zo'n stadion begint en het publiek gaat zo tekeer, dan heb ik altijd zo'n idee van wat is nou lekkerder om dat publiek stil te krijgen. Dat je als team zo lekker speelt daar, of niet eens lekker speelt, maar gewoon die wedstrijd naar je toe trekt en gaat winnen, dan dat is waar je het uiteindelijk voor doet in de sport, om dat soort resultaten te boeken op dat soort plekken waar je sport. Dan is denk ik niks mooier om in de Kuip dat te laten zien ook. Ja. Ja. Tot slot, na de winterstop lijkt de krachtverschillen tussen de top 3 minimaal. Is het dan onlogisch om te veronderstellen dat het zomaar ook gewoon een gelijkspel kan worden in de Kuip? Nou ja, zeker niet onlogisch gezien wat je zegt, dat bij alle drie de teams bovenin, die draaien gewoon heel goed. Het zou kunnen gelijkspel, maar uiteindelijk draait het altijd op details in zo'n wedstrijd. En kan die kleine dingetjes kunnen soms een wedstrijd beslissen. En daar moeten wij voor zorgen dat het onze kant uitvalt. En wat ik al een paar keer heb aangegeven, voor ons telt echt alleen die overwinning.